Yes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite-update video. Allereerst smash natuurlijk weer eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee sport je namelijk heel erg recht. Zonder in kun je de code te veel gevraagd invullen. Daarmee kun je natuurlijk ons supporten in de itemshop die jullie overigens nu ook in de achtergrond zien staan. Als je ons support, vergeet dan niet jouw bewijsje te sturen naar onze Instagram, @teveelgevraagd. En wie dat ook heeft gedaan, is Rick. Ik heb deze mooie backbling en pickaxe gekocht met jullie zak. Mag ik in de video? Nou, Rick, je zit erin. En natuurlijk ook heel erg bedankt dat je ons support bij het halen van die toffe pickaxe en backbling. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag jammer genoeg weer heel erg weinig. Maar ik heb wel belangrijk nieuws over het verdienen van gratis items in onder andere Fortnite. Dus we gaan direct beginnen. Yes, en het eerste topic. We kijken eventjes hoe ver we zitten in Season 3. Nou, op dit moment zitten we op 23,6%. Wat betekent inderdaad 80 dagen. En dan zijn we er, namelijk Season 4. Dus ja, het gaat niet al te lang meer duren. We gaan door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over een klein dingetje. Namelijk, ik heb natuurlijk laatst aangegeven dat de Bushy Bulb Backbling, dat die gedisabled was. En met welke reden was die gedisabled? Nou, als je die aandeed, dan kon jouw PlayStation of PC of whatever kon crashen. Jawel, dus met die reden hebben ze hem disabled. Je kon hem wel aandoen in de lobby, maar je kon volgens mij geen playlist joinen met die backbling. Maar nu kan dat dus wel weer. Dus ja, zeker weer te nice. Een grappige backbling die je dus nu weer kunt gebruiken. We gaan door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe point of interest die eraan gaat komen. Namelijk, het gaat over de locatie Sleepy Sound. Jawel, Sleepy Sound, die krijgt binnenkort een update. Namelijk, daar komt ook weer een boompje te staan. En inderdaad, die krijgt 4 verschillende stijlen. Dus elk potje kan het een nieuwe stijl worden. En dat gaat cyclen tussen Frontier, Colosseum, Coral en Neo. En ik moet zeggen, het ziet er super dik uit. Dus ja, 4 nieuwe locaties. Eigenlijk een soort van, maar dan op één plek. Je snapt wat ik bedoel. En ja, dit komt er hoogstwaarschijnlijk binnenkort in. We weten natuurlijk ook dat de tempel bij de vulkaan, dat die ook nog moet gaan veranderen. Waarschijnlijk gaat die eerst veranderen. Maar daar zit op dit moment nog niks voor in de files. Dat zal waarschijnlijk op 5 juli pas gebeuren. Maar in ieder geval, daarna gaat waarschijnlijk de Sleepy Sound dus veranderen. Maar dat gaat dus nog eventjes duren. Ik gok nog 2 à 3 weken. We gaan door naar het volgende en laatste dingetje. Ja, en dit gaat natuurlijk eventjes over de gratis items die we kunnen unlocken in verband met Crown Clash. Dat is een event wat nu gaande is in Fall Guys. En Fall Guys is nu gratis te downloaden in de Epic Games Store. Dus ja, daar kun je gewoon aan meedoen. Wat is dit precies en wat kun je allemaal gratis krijgen? Nou, je kunt items krijgen in Fortnite natuurlijk. Want ja, anders laat ik dit topic niet zien. Maar je kunt ook gratis items krijgen in Rocket League. Ook een gratis game die je kunt downloaden in de Epic Games Store. Superleuke game trouwens. Maar goed, laten we eerst eventjes kijken hoe je dit precies kunt unlocken. Nou, je moet rondes voltooien in Fall Guys. Dus dat betekent geen potjes, maar rondes. Namelijk, in één potje heb je volgens mij in totaal iets van 5 of 6 rondes. En het is dus de bedoeling dat je in totaal 100 rondes volhoudt. En dan kun je inderdaad alles unlocken op zowel Fortnite als op Rocket League. Dus ja, 100 rondes volhouden. Hoe ga je dat de snelste completen? Nou, heel erg simpel. Je moet gewoon goed zijn. Het is namelijk niet heel erg verstandig om constant te joinen, de eerste ronde te spelen en dan weer te leaven of direct leaven. Dat gaat allemaal te lang duren. Met de reden dat laadschermen en zo te lang duren. Dus, wat je het beste kan doen, is gewoon blijven spelen. Dat is natuurlijk ook het leukste. En zo goed mogelijk zijn. Dus als je een goede speler bent, dan kun je dit waarschijnlijk allemaal completen ongeveer 3 uur. Als je een minder goede speler bent, kan het wel tot 8 uur duren. Dus dan weet je dat. Het kan echt wel eventjes wat tijd kosten. Maar wat kun je dan allemaal krijgen? Nou, we gaan eerst eventjes kijken natuurlijk naar de Fortnite items. Nou, we kunnen een toffe spray krijgen. We kunnen een grappige emoji. We kunnen een pickaxe, een backbling en natuurlijk ook de Major Mancake skin. Dus we kunnen een gratis skin unlocken. Hoe dik is dat? Onder andere. Natuurlijk ook al die andere dingen. Dus ja, zeker weten dik. En dit kan gewoon allemaal dus 100% gratis. Omdat alles gratis te downloaden is. Dus hetzelfde geldt voor Rocket League ook gratis. Wat kun je hierbij allemaal krijgen? Nou, je kunt een toffe banner. Iets voor je op je auto. Wielen. Toffe, ja, ik weet niet, pattern. En een trail. Dus dat ziet er ook zeker weten leuk uit. Voor de mensen die Rocket League spelen is het ook natuurlijk niet verkeerd om allemaal te completen. Hetzelfde geldt voor Fortnite. Je moet 100 rondes completen in Fall Guys. Dus ik zou zeggen, iedereen succes. Wellicht ga ik nog vandaag eventjes live en dan ga ik ook Fall Guys spelen. En dan gaan we natuurlijk ook
voor die 100 rondes. Ja, wel is belangrijk dat je op hetzelfde Epic Games account speelt. Want anders weten ze natuurlijk niet welk Rocket League en Fortnite account ze de items moeten geven. Dus hou er eventjes rekening mee dat je op hetzelfde Epic Games account speelt. En dan komt het helemaal goed. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Check natuurlijk eventjes onze Twitch pagina. Waarschijnlijk ben ik wel live. En ja, tot de volgende. Peace out.